Hallo beste vrienden, dat God jullie allen zegen en ieder van jullie en dat de Heilige Geest in de naam van de Heer Jezus komt om ons begrip te verlichten, zodat wij kunnen delen wat Hij al met mij gedeeld heeft. En dat is zijn heilig woord. En dat er dan begrip ervoor is. En er inzicht is. Dat de geest van onbegrip, de geest die het verstand van de mensen heeft verblind, dat hij gebonden zij, vastgebonden en verhinderd wordt om diegenen te verblinden die dorstig en hongerig zijn om de levende God te kennen. Om de God te kennen die geest is. God is geest. Hoe kan een persoon die vleeselijk van materie is en materialistisch is, toegang hebben tot de wereld van God, tot de geestelijke wereld, tot het koninkrijk van God, dat niet zichtbaar is, dat niet tastbaar is, dat niet wordt aangeraakt. Echter, wanneer de Heilige Geest, de Geest van God, het verstand van onze Heer Jezus Christus, zijn woord openbaart aan diegenen die dorst en honger hebben om hem te kennen, dan zal die persoon die materialistisch is, die persoon die leeft onderworpen aan het koninkrijk van de leugen, het koninkrijk van deze wereld, die persoon kan dan toegang hebben tot de onzichtbare God. Die persoon kan toegang tot hem hebben en niet alleen toegang tot hem hebben, maar hem in zijn binnenste ontvangen. Zodat hij dan begrijpt, zodat hij kan verstaan en hem kan zien met geestelijke ogen. Hebt u begrepen? Dat de Heilige Geest dit werk in u doet, beste vriend en vriendin. Nu, op dit moment, ongeacht wanneer u deze boodschap bekijkt of hoort, dat de Heilige Geest u komen omhullen, op zo'n wijze dat u hem kunt zien door de beschrijving van zijn heilige woord, het woord van God. God is woord. God is geest. Wanneer u het woord van God leest, dan ziet u uiteraard zijn woord. Maar het is voor u onmogelijk om op eigen kracht, door uw intellectuele capaciteiten en uw intelligentie, de geest van Gods woord kan zien. Dit is alleen mogelijk als de persoon nederig wordt. Dat die persoon werkelijk dorst heeft om de waarheid te kennen. Dat hij dorst om de levende God te kennen. De God die vlees is geworden. De God die geest is, die het woord werd en onder ons heeft geleefd. Dit is alleen mogelijk als er een openbaring van God zelf is. Het zijn geen engelen. Maar God zelf openbaart zich aan hen. Aan wie? Wie zijn dezegenen aan wie hij zich openbaart?
diegenen die dorst en honger hebben om hem te kennen. Als u die persoon bent die verdwaald is in deze wereld, er zijn veel woorden, heel veel woorden, ontelbare, oneindige woorden, die u, ik, wij allen in deze wereld hebben gehoord. Maar er is het woord dat uit de mond van God kwam en beschikbaar blijft voor diegenen die dorstige oren hebben. Voor diegenen die dorstige oren hebben om hem te kennen, om de levende God te kennen. Want hoe kan ik bijvoorbeeld praten over iemand die ik niet zie, die ik niet voel, die ik niet aanraak? Hoe kan ik, een kwetsbare man, beperkt door dit omhulsel, dat vlees wordt genoemd, en dat in de Bijbel stof wordt genoemd, klei wordt genoemd. Hoe kan ik, louter klei, de mensen inzicht geven over diegene die eeuwig leeft, die geest en waarheid is? Hoe is dat mogelijk? Alleen de Heilige Geest kan dat doen. En dat dat vandaag, hier en nu zal gebeuren. Op elk moment dat u deze boodschap hoort of ziet, zij het later op de dag, elke dag, welke dag dan ook, dat u deze boodschap hoort, dat de Heilige Geest komen en uw begrip verlichten, uw begrip openen, de oogkleppen van uw geestelijke pad, van de geestelijke blindheid weghaalt, zodat u dan toegang kunt hebben tot de troon van God, de troon van genade, de troon van barmhartigheid. Goed. Jezus zegt de volgende woorden. En de geest, de Heilige Geest, en de bruid zeggen. Jezus zei deze woorden. Dubbele punt. En de Heilige Geest en de bruid zeggen. Kom. Wie is de bruid? Het is de kerk. Dus de Heilige Geest gebruikt de bruid, de kerk, elementen zoals ik, simpele, eenvoudige menselijke wezens van vlees. Maar hij gebruikt de bruid die de kerk is, zijn kerk. Dus hij zegt, de Heilige Geest en de bruid, de kerk, zeggen, kom. Kom. Tegen wie zeggen zij dat? Wie nodigt hij uit? En zegt hij, kom, kom. Hij zegt, hij zelf antwoordt. En laat hij, die het hoort, het woord kom. En laat hij die het woord kom hoort, zeggen. Kom. Met andere woorden. De Heilige Geest, door middel van de bruid, in algemene termen, in makkelijker taalgebruik, de Heilige Geest door middel van de bruid, dat wil zeggen door de kerk, door haar dienaren, door haar boodschappers, zegt, kom. Maar tot wie? Zij zeggen, kom. Zij, dus dat wil zeggen de Heilige Geest en de bruid, dat de kerk is. Ze zeggen, kom. En laat hij, die het hoort, zeggen, ik zeg amen, kom op mij. Ik aanvaard, ik hoor, ik wil, ik onderwerp mij.
Ik beantwoord die stem. Kom dan. Dus de Heilige Geest en de bruid zeggen kom. En wie oren heeft, wie hoort en wil, accepteert en zich onderwerpt, zegt kom. U mag ook komen. Kom naar mij toe. En dan vult hij aan. En laat hij die dorst heeft, komen. Is heel sterk. Wie heeft dorst, kom. En laat hij die wil, het water des levens nemen voor niets. Dus, dat wil zeggen, de uitnodiging geldt voor alle mensen. Rijk, arm, zonder iets te hebben, afgewezen, uitgesloten. Mensen die de wereld heeft verstoten, de wereld heeft uitgesloten, de wereld van leugens, deze slechte wereld, de wereld van wreedheid, de wereld van onrecht, van verachting, en veracht diegenen die niets te bieden hebben. En misschien bent u een van deze mensen. U hebt niets, helemaal niets. Bisschop, ik heb niets, niets. Ik ben de meest ongelukkige, armste, meest behoeftige persoon. Ik heb niets te geven. Nee, u hebt het wel. U hebt iets. U hebt iets dat de rijken ook hebben. Dat een ziel wordt genoemd. En uw ziel is net zo dorstig geweest als die van de rijken. Iedereen heeft een dorstige ziel. Maar de rijken proberen hun dorst te lessen met amusement, met plezier, met een wanordelijk, onregelmatig leven. Een leven dat volledig is overgegeven aan wanorde. Aan de wanorde van de vrijheid. Aan de wanorde van de vrijpostigheid. Aangezien u niets te geven hebt, accepteer de wereld u niet. De wereld wijst u af. De wereld wil zelfs dat u sterft en dat iedereen het mag weten. Maar de Heilige Geest en de kerk, de bruid, zeggen tegen u, kom. En als u zegt, kom, u mag komen, ik accepteer. Dan zegt hij, dan doet hij deze uitnodiging jegens u en hij zegt, wie dorst heeft, komen. En wie wil, allen, iedereen. Iedereen mag komen. Voor niets, neem voor niets, u hoeft niets te betalen, u hoeft niets te verdienen om de Heilige Geest te ontvangen, om het water van het eeuwig leven te drinken. U hoeft het niet te verdienen, u hoeft niet goed te zijn, rechtvaardig te zijn, nee, u hoeft geen goede rik te zijn, nee, 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 een duizend keer nee. Wat u nodig hebt, is om te horen en het kom dat de Heilige Geest en de bruid u zeggen te beantwoorden. Kom. Kom. Kom, mijn vriend en mijn vriendin. Zoals u bent. Zoals u bent. Zoals u bent. Kom op de wijze waarop u bent. Zelfs wankelend. Gemarteld door het leven. Zelfs naakt, vies, afgewezen door alles en iedereen, vooral door uw familieleden. Kom. Als u zegt, u kunt komen, u accepteert deze uitnodiging. En allen die dorst en honger hebben naar de gerechtigheid, en allen die willen, kunnen komen. En voor niets
het water des levens nemen, het eeuwig leven, het water van de eeuwigheid. U bent uitgenodigd, beste vriend en vriendin. U die de meest uitgesloten persoon op aarde bent geweest. God zegt dit door middel van zijn dienaar, zegt hij. Hij zei met deze woorden, ik zal het u in alle duidelijkheid voorlezen. Met alle duidelijkheid. Kijk hoe wonderbaarlijk. Hij zegt het volgende. Want u weet, broeders, apostel Paulus, begeleid door de Heilige Geest, zegt, let namelijk op uw roeping, broeders. Er zijn onder u niet veel wijzen naar het vlees, dus volgens de mensen, niet veel machtigen, niet veel aanzienlijken. Dat zijn niet degenen die geroepen zijn. Maar het dwaze van de wereld heeft God uitverkoren. Bijvoorbeeld, degene die verslaafd is aan crack is een dwaze van deze wereld. Omdat al het geld dat hij in zijn handen ontvangt, dat wil hij verruilen voor drugs. Hij is helemaal gek. Helemaal gehallucineerd door drugs. Maar God roept de drugsverslaafden. Hij zegt, God heeft de crackverslaafden uitgekozen. Het dwaze van deze wereld om de wijzen te beschamen. En het zwakke van de wereld heeft God uitverkoren. Zoals u, beste vriend en vriendin, die zich overgegeven voelt aan de situatie waarin u aan het leven bent. U bent overgegeven aan passies, aan verwaarlozing, kortom, aan de hel van deze wereld. U bent overgegeven. God heeft u uitgekozen. Hij heeft u uitgekozen om diegenen die niet zijn uitgekozen te verwarren, te beschamen. Bent u dit aan het horen? Dan heeft God u uitgekozen. En het onaanzienlijke van de wereld, hetgene wat niet deugt, heeft God uitgekozen. De dingen die gehaat worden in deze wereld. Hij koos het onaanzienlijke van deze wereld. En het verachten heeft God uitverkoren. Het verachten. En als u nog niet in deze mensen past, in deze klasse van verachtelijke mensen, dan zegt hij nog. En wat niets is, om wat iets is teniet te doen. Opdat geen vlees voor hem zou roemen. Beste vriend en vriendin, Jezus spreekt nu tot u. Door de Heilige Geest. U ziet Jezus niet. En nou helemaal niet de Heilige Geest. Maar hij vertuigt u nu op dit moment. Kom, zegt hij. Kom. Als u zegt, hier ben ik, Heer. Hier ben ik. Met oprechtheid, met openhartigheid. Zoals ik ben. Zoals ik ben geweest. Als u mij wilt, hier ben ik. En dan zegt hij, als u wilt, neem dan voor niets het water van het des levens. Dus ik wil dat u zich voorbereidt, beste vriend en vriendin. Want deze komende maandag, om 3:00 's ochtends, om 3:00 in de ochtend, tijdstip van Brazilië,
zullen wij in onze pyjama aan het bidden, het gebed doen van het zoeken naar de Heilige Geest in pyjama. Het is vast in pyjama. Vast in pyjama, want waar u ook bent, u zult kunnen deelnemen. U hoeft uw plaats, uw werkplek, uw huis, uw comfort niet te verlaten. Nee. Waar u ook bent, zelfs als u zich onder een viaduct bevindt, of in een paleis, of in een hut, waar u ook bent, en zich afstemt samen met ons op dit tijdstip, maandag 2 september, 3:00 AM, tijdstip van Brazilië, zullen wij samen bidden en overeenkomen, in één stemmen, in één geest, in één geloof, voor één God. En Hem aanroepen, die beloofde, Hij die beloofde onze dorst te lessen. Kom, kom, gezegenden van mijn Vader. Dus aanstaande maandag, 3:00 AM, zullen wij in dit geloof zijn. Verenigd, zoekend naar dit water van het leven. En het is gratis. Niemand hoeft iets te betalen. Je hoeft niet 1 cent uit te geven. Niets. U dient het slechts te willen en af te stemmen. Zij het via YouTube, Instagram, Telegram. Hoe dan ook. Zij het via Facebook, radio, alle media van de Universele Kerk van Gods Rijk zullen beschikbaar zijn, open zijn. Zodat u samen met ons kunt deelnemen aan deze pyjama waken. Dat God jullie allen zegene. En tot morgen in de naam van de Heer Jezus. Maar vergeet niet. Het water blijft stromen. Wie dorst heeft, drinkt. Wie geen dorst heeft, helaas. God zegent u in de naam van de Heer Jezus. Amen.